Yo mensen, welkom terug bij een gloednieuwe video. Ja, ik ben weer op jullie beeldscherm. Doe alvast een blauw duimpje omhoog en abonneer, want bij de 100 abonnees kleur ik mijn haar. Ja jongens, die belofte is er nog. Ik weet alleen niet welke kleur, dus laat zeker in de reacties weten welke kleur ik zou moeten doen. Het liefst een felle kleur, want dat blijft natuurlijk leuk. Ik kan ook wel gewoon saai, grijzig of een tintje lichter, maar dat is natuurlijk niet leuk. Dus bijvoorbeeld groen of blauw. Laat het zeker weten in de reacties, want ik kan niet kiezen. En zorg er zeker voor dat we de 100 abonnees halen, want anders ga ik mijn haar niet verven natuurlijk. Maar, en vandaag gaan we verschillende soorten leraren doen. Ja, ik wil niet zeggen dat op mijn school vervelende leraren zitten, maar ze kunnen aan de ene kant streng zijn en soms is dat niet leuk. Maar ja, laten we maar gewoon gelijk beginnen. Ja jongens, dames, ook allemaal. We gaan blok 3 doen, lezen. Even naar bladzijde 158. Weet je wat jongens? We gaan een film kijken. Jongens, we lopen een heel hoofdstuk achter. En ik wil niet ontslagen worden, dus... Pardon? Loop je nou te gapen in mijn les? Eruit, melden. Slapen doe je maar in je kamer. Je gaat hier niet lopen gapen, dat betekent dat je moe bent. Vaak slapen, eruit, melden nu. Gelijk na blijven, morgen ook achtermelden. Jongens. Bladzijde 100. Oeh. Bladzijde 121. Hallo? 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 Paniekboekje, paniekboekje. Wat moet ik doen als ze niet luisteren? Rennen! Jongens, hoofdstuk 2. Jongens, ik weet dat we net één les in dit hoofdstuk zitten, maar vandaag een toets. Vandaag hebben we een toets. Ik kan mij niet schelen dat je niet hebt geleerd en dat ik het niet in het agenda heb gezet. Vandaag een toets. Michael, er wordt geen kauwgom gekauwd hier in een prullenbak. Niemand, zelfs ik niet, mag geen kauwgom. Als ik kauwgom zie, ga je eruit. Ga je maar melden. Niemand in het lokaal eet kauwgom. Nou jongens, het is het eind van het jaar. Even kijken welke bladzijden moeten. Bladzijde 2. Hoofdstuk 1. Verdorie, ik loop altijd achter in de lesstof. Ik moet in hoofdstuk 7 zitten en ik zit nog steeds op bladzijde 1 van hoofdstuk 1. Ja jongens, eind van het jaar. Hoofdstuk 7. En nee... Ook al is het de laatste les, wij gaan geen film kijken. Steek jij je vinger niet op als je wat vraagt aan mij? Ga je maar melden. Nee, melden. Doei. Nou jongens. Loop je nou te hoesten in mijn les? Ook melden. Je kan gelijk even volgen. Lopen. Doei. Loop jij nou je spullen in te pakken? We hebben nog 1 minuut les. Ga je maar melden. Hup. Loop, ik ben het helemaal zat met jullie. Jongens, hoofdstuk 2. Oeh. Jongens, normaal doen nu. Niet te lang. Jongens. Oeh. Dat was er hard. Je had niet zo moeten doen. Ja, maar ik dacht, ja, gewoon, ik had het gewoon niet. Oké. Als ik zo doe. Nee. Jongens. Hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2. Nee, ik kan niet tegen jou. Jongens. Hoofdstuk 2. Dat waren ze allemaal voor vandaag, jongens. Ik vind het super goed gelukt. Doe zeker een duimpje omhoog en abonneer op de rode knop. Het is compleet gratis. Zet alle notificaties aan, zodat je nooit meer een van deze grappige filmpjes mist. En ja, ik hoop dat jullie van deze video hebben genoten. Laat alle leuke reacties in de reacties achter. En ja, tot de volgende video, zou ik maar zeggen.